Ik vind het interessant. Ik ben ook benieuwd wat de Swinters gaan gebruiken. Want ja, in principe kun je wat aan laten staan, want de deur om naar binnen te gaan, die ligt ernaast. It's number one. No Gozer is too fast for him. No Freefall is too high for him. No Trollite is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the White Specialist. Hey, hallo allemaal. Fijn dat jullie weer zijn bij een nieuwe video, jongens. We gaan vandaag Bospad Putten gaan we reviewen. En dat doen we niet zomaar, want ze hebben hier namelijk flink vernieuwd. Een nieuwe ingang zoals je ziet. Een nieuw terras, van alles erop en eraan. Maar ook een nieuwe wildwaterbaan. En daar komen we voor. Dus ik ga me snel omkleden en dan gaan we beginnen. Omdat het zo lekker weer is, al ziet het er niet naar uit. Het is toch best warm. We beginnen in het buitenbad. Ja, Bosbad Putten doet mij denken aan Bosbad Hoeven, hè, Splash. Bosbad in Apeldoorn. Het zijn allemaal zwembaden die in het bos gebouwd zijn. Net als dit zwembad. Dat zijn meestal openluchtzwembaden. Maar ze hebben hier ook een binnengedeelte bij. Maar we beginnen dus buiten. Ze hebben hier nog ouderwetse springplanken. 25 meter lang een wedstrijdbad. Hiervoor is een soort recreatiebadje. En daarachter een waterglijbaan. En daar gaan we vandaag eens even mee beginnen. De buitenglijbaan is nog een oude boerglijbaan. Tegenwoordig is het natuurlijk Wiegand geworden. Hij is gebouwd in 1998. Hij is 6,8 meter hoog. En 60,5 meter lang is hij. Kijk, hier hangt nog wel een origineel boerbordje. Dit is een nieuw vervanger. Ze hebben er wel een stoplichtje op gezet, maar niemand gebruikt hem. Iedereen wacht gewoon dat het ander beneden is. Dat is ook wel het beste. Hoppa, lekker ouderwetse rammen, jumpy. Dan kijk, dit is een rol die oude glijbaan hebben, zo leuk nu. Totaal niet gestroomlijnd. Dat zijn ze tegenwoordig wel. Gewoon jongens, lachen. Ja, leuk baantje. Ouderwets goed. Rondom het buitenbad ligt ook een grote ligwijn met een aantal speeltoestellen. Kunnen de kinderen gewoon even lekker normaal spelen, zeg maar. Dan is hier nog een heel klein peuterbadje voor de allerkleinste. Sowieso al een fijn stukje. Ze hebben het afgezet met hekwerk. Dus als je hele kleine kinderen hebt die niet zomaar naar het grote bad kunnen lopen, kunnen verdrinken. Daar verderop ligt nog wat bijzonders, dat zijn waterfietsen. En die waterfietsen liggen hier niet voor in het zwembad. Want daar ga je natuurlijk niet in water fietsen, maar hier in dit water. En dit is een soort ja, slotgracht rondom het hele zwembad. Het gaat helemaal rondom, tot helemaal zomaar achterlangs. En dan kan je dus gewoon ja, op water fietsen, kun je een rondje rondom het zwembad fietsen. En dan is hier zeg maar de haven daarvan. Dat vind ik wel bijzonder. Ze hebben als het goed is ook kano's, die liggen hier blijkbaar. Dus je kunt kanoën en water fietsen hier in de zomer. Je ziet ook, er is ook nog verlichting boven de baan. Boven de gracht zie je allemaal lantaarnpalen. Als het donker is, mag je blijkbaar, denk ik, anders hangt er geen verlichting, ook waterfietsen. Ik weet niet of je hierin mag zwemmen, maar het water nodig je niet echt uit om in te gaan zwemmen. Ik denk niet dat het mag. Ik denk niet dat je hier mag zwemmen en dan vervolgens zwembad in mag. Nou, dit was het buitenbad, maar de meeste dagen in Nederland is het slecht, dus we gaan nu naar binnen toe. Want daar zou het meeste komen. Bubbelbaden zijn hier gesloten trouwens, hebben ze ook nog. Maar die zijn natuurlijk gesloten vanwege de corona, dus normaal zijn die wel open. Het hele recreatiebad binnen ligt eigenlijk onder een soort puntdak. Nou, links heb je voor de kinderen nog een paddenstoel met water en een watervalletje. En rechts is een stroomversnelling. En hier vooraan kun je gewoon ja, wat dobberen, wat zwemmen in het water. Ook binnen is er natuurlijk een bubbelbad, maar ook deze is gesloten vanwege de corona. En dan heb je hier nog een peuterspeelbadje. En in de hoek is er nog een soort waterspeelplaats waar kinderen kunnen spelen. Ziet er ook wel grappig uit. Er is natuurlijk ook nog een 25 meter bad, wedstrijdbad binnen. En daarnaast nog een kleiner bad. En deze wordt natuurlijk voornamelijk gebruikt voor zwemlessen en zo. Maar hiervoor komen we natuurlijk allemaal niet. Want hier binnen zijn ook nog twee waterattracties. Een waterglijbaan en een wildwaterbaan. En we starten met de waterglijbaan. En volgens het bordje zit nog een ouderwetse boerwaterglijbaan. Gebouwd in 2008, 70 meter. Het is wel een hippe glijbanentoren zo met die gekleurde TL verlichting. Ik moet zeggen, vind je het wel surfen of zo? Heerlijk baantje dit jongens. Lekker rambaantje dit nog.
Deze is voor boerwaterglijbaan en volgens mij een van de laatste die boerwaterglijbaan gebouwd heeft. Dat eerste stuk doet me denken aan Aquadrome in België. Die heeft ook eerst zo'n rechtstuk er nog tussen naar beneden, zo'n vliezertje. Daardoor ga je lekker snel over de baan heen. Prachtige baantje dit jongens hier in Tukken. Nou, dan is het dus tijd voor de Wildwaterbaan. De Wild River heet die. Gebouwd door Van Echtdom. 2020, een spiksplinternieuw. 114,7 meter lang is die. De waterbaan begint dus buiten. Dan krijgen we eerst een heel lang rechtstuk. Dit is een vergelijkbare stad in Hoofd van Saxe. Die begint ook rustig aan met een lang rechtstuk. Een klein hobbeltje naar beneden hier. En dat is het eigenlijk al. Dus dit stukje stelt nog niet zoveel voor. Op het eerste rustpunt zie je ook meteen dat de verlichting in de baan zit. De LED-verlichting is aan de zijkant. Dat is allemaal meer voor in de winter, in de avonduren, dan is het mooier. Dan kan ik je nu helaas niet laten zien hoe het effect is. Kom er nog een keertje voor terug dan. Ga eerst naar je mannetje. Dan komen we alweer bij het tweede opvangpunt uit. Hier kun je kiezen en dit is wel bijzonder. Kijk, die Wildwaterbaan loopt hier gewoon rechtdoor. Verder, dan ga je buitenom. Maar ze hebben in het midden een soort familieglijbaan gebouwd. En dan kun je de weg mee afsnijden. Kijk, er zit ook een bobbel in die het water tegenhoudt, zodat het water echt via de Wildwaterbaan verder stroomt. En ze hebben wel wat sproeiers erin gemaakt in het midden, zodat die baan wel nat wordt. Maar eigenlijk is het een soort familieglijbaantje. Hey! Ja, leuk. Maar dan ben je al bijna bij het einde. Dus je kan hier nog een keer kiezen. Of je gaat rechtdoor, of je gaat naar binnen. Ja, dat is leuk. Je hebt een keuze uit licht en licht. Dus dat maakt niet uit. Maar deze baan die komt buiten uit. En deze baan die komt gewoon weer binnen uit. In de winter willen ze deze baan afsluiten. Eigenlijk hetzelfde als die familieglijbaan. Ze hebben een soort bult gemaakt waardoor het water er niet overheen gaat. Hoe ze alleen maar die uit te zetten, het kurk erin te stoppen. En dan is die glijbaan gewoon afgesloten en dan moeten mensen wel die kant op naar binnen. Ik vind het interessant, ik ben ook benieuwd wat ze winters gaan gebruiken. Want ja, in principe kun je wat voor aan laten staan, want de deur om naar binnen te gaan, die ligt ernaast. Het opstappen op dat glijbaantje is best lastig. Je hebt hier wel een railing, maar dan gaan wel wat mensen hier onderuit. Het is hier heel groot, komen we hier pas. Daar gaan we, bestaat eigenlijk gewoon uit een grotere jump, twee scherpe bochtjes, jumpy en skim out, dat is het. En zijn jullie skim out? En zo sta je buiten. We hebben net de baan zeg maar afgestoken, hier zo. Via die twee waterglijbanen. Nu gaan we gewoon verder met de Wildwaterbaan. Volgens het bordje was dat middel en dan moet dit zwaar zijn. Ik ben zwaar, maar dan ben ik toch wel benieuwd hoe zwaar die Wildwaterbaan hier dan gaat worden. Zo te zien bestaat er twee vallen vlak achter elkaar. Dit is de eerste. Punt uit. En dan kan je weer kiezen of die glijbaan of we gaan rechtdoor. Dit keer gaan we even rechtdoor. Als hier weer een vonnetje, dan ben je glijbaan nog maar binnen. Kijk maar. En dan gaan we rechtdoor. En zo staan we weer omgekleed en wel voor de deur, dames en heren. Ja, ik vind het een heel mooi pad hier. Buiten heel mooi uitgestrekt. Leuke waterglijbaan buiten. Mooi groot buitenpad. Lekkere grote liggenweides. Ideaal. Waterfietsjes. Bijzonder. Dus dat was helemaal top. Binnen was het ook goed. Met name natuurlijk de twee waterattracties. Die glijbaan met die Riesen Jump aan de start. Heerlijk baantje. Lekker snel. Maar ook de Wildwaterbaan. Erg leuk. En zeker dat je verschillende routes kan nemen. Maakt de baan echt goed. En er zit er ook een flinke herhalingsfactor in. Dus ik heb hier kostelijk vermaakt hier in Putten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze review. We zien elkaar de volgende keer weer. Het zij dan bij een pretpark, kermis, ander zwembad of rodelbaan. Tot de volgende keer weer.